tijd van verandering, waarin iemand die in een analoog tijdperk een imperium heeft opgebouwd en alles gezien heeft, het overdoet aan de nieuwe generatie en eens even met ons over zijn schouder kijkt naar het verleden en vooruitkijkt naar de toekomst. We nemen de Amsterdamse politiek mee, want ook daar is het kommer en kwel. Dit is Café Weltschmerz met Roland Kahn. Goedemiddag, Roland. Dankjewel. Fijn dat je wilt komen, want je krijgt vast een hoop aanvragen om te komen vertellen. Maar wij gaan het vandaag heel nadrukkelijk hebben over iemand die niet alleen een ondernemer is, maar die gewoon heel veel gezien heeft. En die dus ook voor ons deze vreemde tijd, de 21ste eeuw, en hard geleefd, ja, kan analyseren. Want als jij nu kijkt naar de wereld zoals die nu is en zoals die was toen jij begon met ondernemen, waar liggen de grote omslagpunten? Wow, je begint niet makkelijk. Ja, ik ben nu 41 jaar ondernemer. Ik ben begonnen met werken toen ik 16 was. Dat is nu 49 jaar geleden. Ja, toen had je geen mobiele telefoon. Toen had je heel andere communicatiemiddelen. Toen ik mijn zaak begon, toen ik 24 was, ja, had je nog zoiets als een telex. Toen kwam de fax. De eerste mobiele telefoon. Dus de hele manier van communiceren, de hele directheid. Ja. Je kon naar Ibiza gaan. Je kon daar in een aantal kleine boutiquejes spullen bij elkaar rommelen. In een zomer van 3-4 weken kon je een hele collectie samenstellen. Je kon naar Azië gaan en daar laten produceren. En je was vernieuwend, je was alert. Ja. Nu, als je iets bedenkt, binnen 24 uur heeft iedereen het. Dus we hebben een hele open, directe samenleving gekregen. Vroeger was het beschaafd om niet te praten over liefdadigheid. Ja. Nu is het, wordt er van je verwacht dat je met je billen bloot gaat over letterlijk alles wat je doet. Ja. Dus het is een heel andere samenleving geworden. Ja. Daar zitten voordelen en nadelen aan. Ik hoorde ooit de zin, in een efficiënte economie verdient niemand geld. En we gaan natuurlijk met al die communicatie en al die openheid en transparantie, gaan we naar een economie die zo efficiënt is. Maar betekent dat dat er niemand meer geld verdient? Nou ja, gelukkig geldt dat niet voor ons. Nee, want je bent de eigenaar nog steeds volgens mij, of heb je het al overgedaan aan je kinderen van Coolcat? Nou, die eigendomsverhoudingen die regel je natuurlijk zo optimaal mogelijk binnen de fiscale mogelijkheden, binnen de wetten van de verschillende landen waar je operaties zijn. Ja. Ik geloof in rijk leven en niet rijk doodgaan. Ja. Dus dat betekent dat ik zoveel mogelijk leuke dingen doe terwijl ik leef. En uiteindelijk is het de bedoeling dat de zaak doorgezet wordt door de volgende generatie. En die zijn al een flink aantal jaren heel hard aan het werk om prachtige dingen te doen met ons geweldige team van medewerkers. En ja, dan is het logisch dat je dat zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdraagt. Dus daar zijn al wel stappen gezet in dat traject de afgelopen 30 jaar. Is de textielmarkt anders dan andere markten? Want jullie zitten hoofdzakelijk in het textiel, hè? Nee. We hebben vrij groot vastgoed, ja, maar al commercieel vastgoed. Nederland, België hebben we recent het meeste verkocht. Nederland, Duitsland, nog wat in België. En was het textiel dan een hobby? En Amerika. Maar we zijn ooit begonnen met de textiel. In 41 jaar geleden. Ja, en toen ben je... Nou, we zijn eigenlijk niet textiel, het is een verkeerd woord. We zijn begonnen met kleding. Kleding. Textiel is stof. Ja, kleding. Ja. En dus ook als ontwerper. Dat betekent dat je wel een creatieve geest moet hebben? Ja, ik ben gezegend met de nodige creativiteit. Maar ook de nodige rationaliteit. Dus zowel mijn linker als mijn rechterhelft werken goed samen. Kijk. Daar zit dan wellicht het geheim van het succes van het ondernemerschap. Denk jij dat, voordat we weer terugkomen op die algemene zaken waar ik graag je mening over wil horen. Denk je dat hoge bomen altijd veel wind vangen? Want je bent wel eens in het nieuws negatief-positief. Ik ben recalcitranter dan de gemiddelde Nederlander, uitgesprokener denk ik. Ik heb een heel hoog ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid. Ik kom uit een Joodse ondernemerscultuur. Zover als wij terug kunnen gaan, is er geen niet-Jood terug te vinden. En die is ook daarbij geëindigd bij mij. Want zowel mijn broer als ik hebben nooit iets met religie gehad. Of nooit iets echt gehad met iets anders dan het culturele gedeelte van het Jodendom. Mm-hmm. En dus wij, wij zijn, zoals het met een mooi woord heet, geassimileerd. Maar wat is het culturele deel van het Jodendom? Het culturele deel van het Jodendom is met name het gevoel voor rechtvaardigheid, de humor. Dat je eigenlijk altijd het gevoel hebt dat je het beter moet doen dan anderen. Ja. Kijk naar zoiets prachtigs als Israël. Ja? Israël heeft in 1948 aan al zijn Arabische buren gevraagd: joh, laten we in vrede samenleven. Hè? Dat is niet gebeurd, ze zijn aangevallen. Vervolgens hebben ze al die landen verslagen. 800.000 Palestijnen, toen bestond het woord Palestijnen nog niet, maar 800.000 mensen zijn gevlucht. Dat is in 1948, ja? Dat is inmiddels 70 jaar geleden. Ja. Ja? Ja? Dus daar leeft geen hond meer van. Ja? Er leven er nog 50.000. Ja? Ja. Er zijn 800.000 Joden de Arabische landen uitgestuurd. Praat niemand over. Ja? Ja. En toch hebben die paar Joden in Israël de complete wereldattentie. En hebben die 50.000 Palestijnen die nog zouden moeten leven, zijn er inmiddels 4 miljoen geworden. En die betalen we met z'n allen. Dus best wel heel bijzonder. Dus ja, wij op de een of andere manier is er veel aandacht voor ons Joden. Nou ja, dan laten we daar dan ook maar van genieten. Is dat ook waarom je de discussie in de Amsterdamse politiek nu zo interessant vindt? Of misschien ook wel landelijk? Want je zei, hey, ik ben bij de lancering van het Forum voor Democratie geweest. Wat je ziet, en dat heb je toen ook gezien met Fortuyn, is dat er een walgelijk misselijkmakende cultuur is ontstaan. Ja, waarin, en ook dat verwijt ik ook een groot deel van de journalistiek, ja, men gewoon op een ongelooflijk geconditioneerde manier de elite in stand houdt. En dat is haast walgelijk te noemen. Mm-hmm. Ja? Ik denk dat het aan Volkert, aan een prominente PvdA en aan linkse fascisten heeft gelegen. Want laten we fascisten nou niet rechts noemen. Er zijn minstens zoveel linkse fascisten. Ja? Ja? Fascisme was socialistisch. Fascisten was toch socialisme? Was socialisme. Ja, ja. En fascisme ging over geweld. Ja. Ja? Ja. Ja. Nou, er is, als je nou daarnaar kijkt, ja, dan is toch Volkert niet vermoord door een rechtse fascist. Of dan is Pim Fortuyn toch niet is vermoord door Volkert. Gewoon een linkse oproerkraaier. Ja. Die een kaartje van een groot advocatenkantoor in zijn bureau. Dus laten we, ik geloof niet in complottheorieën, maar dat het allemaal netjes geregeld is. En dat mensen die tegendraad zijn. Nou, er kwamen wel opvallend veel dingen toevallig tegelijkertijd samen. Toch? Dat zou je kunnen zeggen. Heel eng. En nu zie ik diezelfde beweging zie ik gebeuren. Ja. Ja, hè, dat er een demonstratie. Er komt een demonstratie. Ja, 18 maart 2018 tegen een politieke partij. Nog nooit eerder vertoond. Nee. Nog nooit eerder vertoond dat iemand die zijn mening geeft. Ja, ja. En ik sta keihard achter Thierry Baudet. Keihard. Ja. 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 Ik vind dat die man echt verandering gaat brengen. Ja. En daarom hebben we al die scheidhoeren. Ja. Ja, die allemaal gewoon de baantjes verdelen. Ja, ja. Die scheiden in hun broek. Mannen en vrouwen. Ja, mannen en vrouwen. Ja, hoeren zijn meestal vrouwen. Ja, 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 maar er zijn ook hoerige mannen. Ja, heel veel. Ja. Ja. En heel eerlijk. Hoe hebben we het voor elkaar gekregen om zelfs een minister van Buitenlandse Zaken met een politieke Palestijnse man in het kabinet te hebben? Dan moet je toch wel behoorlijk zonder gêne zijn, hè, als Rutte. Voor mij is de PvdA verdwenen. Dat was ooit de Partij van de Arbeid. Daarna werd het de Partij van de Allochtonen. En nu is het de Partij van de Armoede. Ik zeg altijd de portemonnee van de ander. Ja, meestal ook dat nog, ja. Want het is natuurlijk verschrikkelijk makkelijk als je nooit iets gepresteerd hebt om het geld van anderen uit te geven. Daar zijn socialisten sowieso goed in. Ja. Ja? En het heeft ook gebleken, geen één socialistisch systeem heeft ooit gewerkt. Er is ook een hoop mis met kapitalisme. Maar je kunt in ieder geval in vrijheid besluiten wat je met je eigen centjes doet. Nadat de overheid meer dan de helft van die centjes heeft afgenomen. Nou, dat is het. Hè? Ik ken een interessant iemand en die zegt wel eens tegen mij: gelijkheid betekent dat jij mag uitgeven wat jij verdient en dat ik mag uitgeven wat ik verdien. Niet dat jij de helft van mij mag uit gaan geven. Omdat jij niet werkt en ik wel. Ja. Moet je nou eens naar kijken wat er in Amsterdam gebeurd is ongemerkt. Ja? Ongemerkt kunnen Amsterdammers geen echte woning meer kopen. Nee. Ja? Maar we hebben wel 60% sociale woningbouw. Ja. Ja? Die helemaal verstopt zit in het systeem. Ja. Nou heb ik een mooi pakhuis op de gracht. Ja. Dan kan een of andere KUT-ambtenaar kan bepalen dat dat pakhuis, dat ik daar niet mag wonen, want het heeft een andere bestemming. Waar bemoeit die eikel zich mee? En wat ze wel kunnen doen, ze kunnen wel een lapje grond, hè, even, dan gaan we even buiten de Amsterdamse grens, ze kunnen een lapje grond van een boer onteigenen tegen agrarische waarde, €4 de vierkante meter. Ja. Vervolgens kunnen zij zelf daar een bouwvergunning op afgeven. En dan is die waarde €200 de vierkante meter geworden. En dan kunnen ze naar de bank gaan en dan kunnen ze daar een financiering halen op basis van de waarde van dat onderpand. Als jij nou kinderen hebt. Dat is niet eerlijk. In ieder geval, als je nou kinderen hebt in Amsterdam, kan je niet eens meer bepalen op welke school je ze brengt. Er is langzaam maar zeker, is Amsterdam verloederd door een socialistisch klimaat. Ja, wat heel ver weg staat van mijn normen en waarden. Ja. Ja, ik heb helemaal niets tegen Marokkanen, Turken of islamieten. Sterker nog, sommige van mijn beste mensen in mijn bedrijven zijn van Marokkaanse afkomst. Ik heb Marokkaanse vrienden. Ja, zoals vroeger mensen Joodse vrienden hadden. Tegenwoordig heb je Marokkaanse vrienden. Ik heb Joodse en Marokkaanse vrienden overigens. Ik ook trouwens. Maar ik vind het al zo mooi. Weet je, dat, ik vind dat altijd... Hoe je zelf zoiets durft te zeggen. Hè. Dus ik zeg het ook als een scherts. Hè. Ik neem het niet serieus. Ik heb vrienden onder andere geledingen. Maar de manier waarop wij om zijn gegaan met de werkelijke problematiek, dat is gewoon van een domheid en van een, weet je, en Bolkestein heeft er al voor gewaarschuwd. En als VVD nog VVD was geweest, dan had ik nu nog steeds keurig VVD gestemd. Maar VVD is al lang niet meer VVD. VVD is de nieuwe PvdA. Ja. PvdA is er niet meer. En dus is voor rechts Nederland, laten we het dan maar zo vriendelijk zeggen, is de nieuwe hoop in bange dagen Thierry Baudet. En die zal ongetwijfeld... Is hij rechts? Kijk, want... maar hij is gelukkig veel meer dan rechts. En het mooie is, hij heeft nota bene Indonesische afstamming. Hè. Hij is helemaal niet zo Nederlands. Op plaats 2 van de Amstellijst, naast Annabel, staat een Surinamer. Ja. En dan noemen ze zo'n man een racist. Ja. Ja, dan moet je toch op zijn minst gezegd door een journalist toch echt helemaal van de pot gerukt zijn. Hoe gaat de publieke omroep dit dan verslaan? Nou, de politieke omroep gaat het verslaan zoals ze dat altijd hebben gedaan. Ze worden betaald door de politiek. Ja. Ja. Het zijn gewoon walgelijke baantjesjagers. Ja, ze kunnen helemaal niets, ze weten helemaal niets, ze snappen helemaal niets en ze beïnvloeden een groot deel van de bevolking. Ja, en ze gaan op een soort heel simpel onderbuikgevoel En dus ligt mij dat nou aan het hart, want ik hou heel erg van Amsterdam. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Ja. Ik zie hoe die cultuur langzaam versmertst. Ja. Ja. Ik heb een wat minder positief gevoel over Van der Laan, maar dat mag je natuurlijk ook niet zeggen, want Van der Laan is een nieuwe soort held sinds hij dood is. Als je dood bent, ben je een held. Ja. Ja. Ja, niets dan goed over de doden, maar heel eerlijk gezegd is onder zijn bewind... Kunnen ze een beleid beoordelen en ik moet zeggen, dat zou van mij geen 6 krijgen. Okay. Ja. In ieder geval kan ik met mijn auto de stad niet meer in. Ja, nou zeggen mensen die zeggen natuurlijk, ja, maar dat is goed, want... en die worden ook niet gehinderd door enige verstand van zaken. Want die zeggen, nou dat is goed voor de luchtkwaliteit. Ja. Terwijl in de haven van Amsterdam, als je daar 3 dieseltankers neerlegt en de wind komt uit het westen. Ja. Ja. Nou, ik weet niet of jij recentelijk in Europa hebt gewoond. Maar aan deze kant van Europa, daar komt de wind meestal uit het westen. Dan wappert er zoveel fijnstof van één zo'n diesel de stad in. En fijnstof is ongeveer het allerergste wat er is. Hè? Ja. Daar schijnen we dus echt allemaal aan dood te gaan. Ja. Waarheid niet. Maar kijk, nu het goede nieuws is dat we nog nooit in een wereld hebben geleefd die zo veilig was. Ja. Dat we nog nooit in een wereld hebben geleefd waar we zo gezond waren. Ja. Dat we nog nooit in een wereld hebben geleefd waar we economisch het zo goed hadden. Maar geeft dat dus niet ruimte om te klagen? Is dat niet stiekem de culturele ontwikkeling? Dat betekent niet dat je niet kritisch en alert moet zijn. Dat betekent niet dat als je ziet dat langzaam maar zeker het systeem wat inmiddels compleet uit de vorige eeuw komt. Ja, Thorbecke zou nu toch echt wel eens een keer klaar moeten zijn. Vind je niet? Ja, dus het wordt nu tijd dat we met z'n allen op een moderne manier politiek gaan bedrijven. En daar past niet bij dat raddraaiers iemand die zich kandidaat stelt, iemand van 71, die zich kandidaat stelt, ja, een ondernemer, een keihard werkende ondernemer van 71, die op de lijst staat van Forum voor de Democratie. Dat die gemolesteerd wordt, dat die bedreigd wordt. Je moet die filmpjes zien. Ja. Ja? Dat gewoon, en dat zijn dat mensen die tegen fascisme zijn. Ja. Nou ja, die moet je toch een pak slaag geven, dat tuig. Weet je? Die moet je het land uitjagen met pik en verre. En wat doet ons Openbaar Ministerie? En wat doet onze politiek? Die laten dit toe, die zeggen dat mag allemaal wel. Dat heb je allemaal maar te dulden. Ja. Nou, en daar moeten we wat aan doen. En dus is die man een enorme bedreiging voor de gevestigde orde. Gaan ze hem op ieder woord dood. Vallen. Ja, natuurlijk heeft die man wel eens dingen verkeerd gezegd. Ja, je bent jong, je maakt fouten. Maar je gaat toch niet afgerekend worden op alles wat je ooit fout hebt gedaan. Je wordt afgerekend op als je fouten maakt. Dat je zegt, ik heb een fout gemaakt. Ik corrigeer die fout. Ik stop. Ik kijk, wat heb ik fout gedaan. Ik corrigeer die fout. En je wordt afgerekend op wat je doet. Maar het maakt niet uit wat mensen weten. Het maakt niet uit wat mensen denken. Het maakt niet uit wat mensen zeggen. Het maakt uit wat mensen doen. En ik geloof in de doelpartij van Forum voor de Democratie. Dit is geen reclamespotje trouwens. Nee, nee. Maar ik ben... Ik laat je even de vrijheid. Ja, dankjewel. Ik heb daarover wel één vraag. Graag. Leidt politiek niet af van waar het werkelijk om gaat? Namelijk dat bijvoorbeeld het vastgoed in Amsterdam. De grote vastgoedbeleggers werden uitgenodigd door de raad om in gesprek te gaan. Die hebben allemaal gewoon geweigerd. Die hebben allemaal gezegd, maak maar wetgeving. Wij sturen onze advocaten wel. Wij kijken gewoon goed naar... Ja, maar het vertrouwen in de politiek in samenwerking is compleet zoek. Maar helder. Ja. Maar is het niet zo dat de... Er is geen grote ondernemer die nog enig vertrouwen heeft in de overheid. Nee. En, maar... Ja, tenminste, wel vertrouwen in de grote zin van dat we niet zo corrupt zijn als een hoop andere landen. Maar ook hier zijn we natuurlijk corrupt. Hè? Ja. Ik heb recent Ik heb 2 keer meegemaakt dat minister Ploumen bijvoorbeeld heeft echt opzettelijk gelogen om een politieke doelstelling te bereiken. Later moesten ze dat terugnemen, maar dat doet je bedrijf enorme schade. En in de tussentijd, en er zijn toch nog steeds heel veel dorpsgekken die dan denken, oh, het is minister, dus dat zal wel kloppen. Ja, ja. Ja. En ik heb nu weer eenzelfde situatie aan de hand, met ook weer een organisatie die ervoor is om Nederland zogenaamd te beschermen, die gewoon ronduit politiek bedrijft en ronduit een bedrijf als Coolcat probeert schade aan te doen. Ja. En daarvan kunnen we bewijzen dat het gewoon, dat ze zichzelf niet aan hun eigen regels houden. Ja. En dat kan gewoon allemaal. Weet je, want er is eigenlijk geen goede, doordat het zo allemaal met elkaar verkleefd is, het oude systeem, is er geen goede check and balance meer. Ja. En dus is het belangrijk dat er weer moderne partijen opstaan. Dat we weer een modern politiek bestel krijgen. Niet met die belachelijke vergaderingen in die Tweede Kamer. Weet je? En ze willen niks veranderen. Ze willen eigenlijk niks veranderen. Nee, maar ze worden eruit betaald. Want dus iedere verandering is een dreiging. Ja. En we moeten veranderen. He, zoals meneer Ma van, misschien wel een van mijn grote helden, van Alibaba. Vindt dat wij een compleet verkeerd onderwijs hebben. Ik roep al, ik ben heel nauw betrokken bij het onderwijs. Ik was 10 jaar, zat ik in de raad van advies van de AMFI. Ben strategisch adviseur dat het Amsterdam Fashion Institute. Daar hebben we een top school van gemaakt. Hè. Tegen de gevestigde orde in. Uh-huh. Hè. Door aan de deur te controleren. Dat heb ik trouwens niet gedaan. Ik zat alleen in de raad van advies. Maar ik was onderdeel van dat mooie project. Als je waar je ook kijkt, ja, het onderwijs wat wij nu onze kinderen leren, is 30, 40 jaar verouderd. Ja. Ja. En het complete systeem wordt in stand gehouden door een maffia van ambtenaren. Ja. Ja. Ik noem het met nadruk maffia. Maakt het uit dat er eigenlijk alleen nog maar vrouwelijke onderwijzeressen zijn en een baan in het middelbaar onderwijs eigenlijk financieel alleen interessant is als bijbaan? Ja. Voor... Nou, ik ben ook betrokken bij het VMBO en bij het... Het MBO. Ja. Nee, vooral bij het VMBO. Ja. En ik kom ook heel veel mannen tegen. Ja. Dus het is niet zo dat het, met name in de, en dat zie je dan toch weer, vaak zijn de hoofden van school wel weer mannen. Mm-hmm. Ja? Ja? Dat is ook weer heel raar, hè? Maar dat is dan toch ook wel het geval. Maar als je praat direct met de mensen die in het onderwijs zitten, die weten precies wat er aan de hand is. Die weten ook precies wat er anders zou moeten. Ja. Ja. Wat moet er anders? Nou, we moeten weer op maat dingen gaan leren aan onze jeugd. Kijk, het is toch heel simpel dat als jij talent hebt voor iets, dan moet je dat talent ontwikkelen. En dan moet je mensen niet allerlei dingen aanbieden waar ze geen talent voor hebben. En ze daarop afrekenen. We moeten leren om mensen meer specialismes te ontwikkelen. En we moeten meer sociale vaardigheden leren. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe maken we een maatschappij aanmaatbaar? Hoe zorgen we dat we weer kunst en cultuur brengen? Hoe zorgen we dat we weer normen en waarden aan elkaar leren? Hoe leren we met elkaar samenwerken? Al die zaken die, zoals meneer Ma zegt van Alibaba, een computer niet kan. Want anders worden we ingehaald door de machines. Wij zullen al die waarden van mensen, ja, zullen we weer naar een heel hoog pijl moeten brengen. Nou, dan kom ik op een punt waarvoor ik ook blij ben dat je er bent. Dank je wel. Ik vind het ook leuk je te zijn. Mensen kunnen over hun schouder kijken, zoals jij, en zeggen we zouden het eigenlijk, jij nam ook het woord, we zouden het weer zo moeten doen. He, we zouden, je moet juist heel anders doen. Maar, inderdaad, artificial intelligence gaat heel veel dingen voor ons overnemen. Ja. Computers, algoritmes gaan heel veel dingen voor ons overnemen. Wat denk je van de nanotechnologie? En de nanotechnologie. Wat denk je dat daar gebeurt? Denk jij dat de mensheid en humanistiek, hè, wat eigenlijk een Joodse uitvinding is, de humanistiek. Mooi hè? Als je, dat hebben wij de wereld gebracht hè? Als je de humanistiek zou... Ja. Staat die niet enorm onder druk omdat mensen alleen maar denken in termen van geld en efficiëntie en dus die menselijke waarden die zo belangrijk zijn voor de mensen, dat die A, niet meetbaar zijn en dus niet uit te drukken in geld en dus als waardeloos gezien worden. Nou, als je het hebt over het onderwijs, dan ben ik het met je eens dat we dingen gaan meten op een manier, hè, als je ziet al die toegangstestjes. Ja. Hè, wij meten niet of mensen waardevolle mensen zijn, maar of ze een trucje kunnen. Ja. En die trucjes die worden bepaald vanuit een geconditioneerd systeem. En dat kan een computer ook. Ja. Die kan die trucjes beter en sneller. En veel beter. Dus dat is eigenlijk een uitzichtloze strijd. En het jammere is, ja, en daarom heb ik ook inmiddels echt ook een gezonde aversie gekregen tegen de bestaande politiek. Ik heb nou nog niet één politieke leider een echte toekomstvisie. Nee, niemand, als je ze daar iets vraagt over technologie, ze zijn niet eens als dood. Ze weten het helemaal niet. Nee, maar daarom zijn ze als de dood. Weet je, en dan zou je toch mogen afvragen, dan gaan die mensen naar Davos, ze gaan overal naartoe, ja, en ze worden toch als beste geïnformeerd, ja, dan zou je toch afvragen, kan het nou niet beter? Nou, en omdat ik denk dat het beter kan. Maar dat is omdat het systeem zo stroperig is. Ja, dus moeten we het systeem aanpassen. We zullen eerst weer een hele alerte, flexibele maatschappij moeten creëren. Gaat dit systeem omver doordat wij met z'n allen constateren het gaat niet meer? Of dat een groep vooruitstrevende mensen constateert het gaat niet meer? Of moet het in één keer zo verschrikkelijk slecht worden? Moeten er een zooi computers helemaal op hol gaan en dat het hele systeem plat ligt, zodat iedereen de ogen geopend wordt? Ik geloof uiteindelijk dat het goede het altijd wint. Ja, maar dat is altijd zo. Daar hebben we wel eens 5 of 10 jaar chaos voor nodig. Ja, dat zou best kunnen. Nou, dat weet ik niet. Dat je vraagt me nu iets wat ver buiten mijn competentie ligt. Ik hoop oprecht dat we niet weer een grote economische... Maar dat is toch onvermijdelijk als de politiek niet luistert? Als we met z'n allen gewoon wegkijken uit onkunde, dan keert de wal het schip, toch? Nee, maar ik denk dat de gevestigde orde zich dit keer vergist. Ik denk dat de mensen het trucje van de, voor mij, corrupte journalisten. Hè? Mm. Want het is corruptie als je niet bereid bent om eerlijk en respectvol naar elkaar te kijken. Het is corruptie. Ja, stel eens een vraag, zeg ik altijd. Stel eens een vraag. Waarom stel je geen vraag aan iemand? Precies. Waarom vraag je... En als je die man vragen stelt... Ik heb hem een aantal keren persoonlijk gesproken. Het is een hele aimabele, enthousiaste... Onze premier? De premier heb ik ze ook wel eens gesproken. Vind ik over wie heb je het? Ik heb het gehad over Thierry Baudet. Ja, ja. Want voor mij is dat de nieuwe premier. Ja. Dat is een interessante opmerking. Ja, voor mij is Thierry Baudet de nieuwe premier. En is Rutte is eigenlijk verrot door het systeem. Want het gaat niet meer om de normen en waarden van de VVD. Het gaat om de macht. Het gaat om op het plus blijven zitten. En het maakt eigenlijk niet uit met wie of hoe. Ja. Nou ja, en dan moet je je afvragen of daar de politieke ideologie voor bedoeld was. Dus in wezen kunnen we inmiddels constateren dat er eigenlijk geen echte ideologie meer is. Wat ik interessant vind is, ik denk dat ze dit keer, dat er niet eens een discussie met hen plaatsvindt, maar dat het gewoon om hen heen gewoon gebeurt, omdat de technologie zo verschrikkelijk snel. Ja. En ze hebben het gelukkig, of jammer genoeg, niet in de gaten. Maar ik denk dat we, voordat we het weten, in een heel andere maatschappij zitten. Wist je dat Stephen Fry en Hugh Laurie, van Fry and Laurie uit Engeland, dat die in de jaren 80 een sketch maakten? Dat ze zeiden dat the British government has been bought by Honda. En dat ze een lasergestuurd governing system implementeren. En dat er dus alle MP's die worden ontslagen. En, dat is wel geen slecht. Maar dat was in de jaren 80. Ja. Voorspelden zij dat, of liet ze zien van, nou, dit zou dus mogelijk kunnen zijn. Ja. En zijn politieke beslissingen niet veel beter te maken door een computer? Nou, als je kijkt, ik weet niet... Dan heb je wat objectiviteit en die computer is ook niet om te kopen. Ja. Nou, dat weet ik niet, want ik denk dat het verder gaat dan computer. Want er is natuurlijk ook nog zoiets als ideologie en gevoel. Wij mensen hebben behoefte aan mythes en verhalen. Daarom zijn er zoveel godsdiensten, daarom zijn er zoveel politieke systemen. Dat zijn eigenlijk allemaal mythes. Hè? Wat is nou geld? Wij geloven allemaal in geld. Ja, ik niet hoor. Nee, ik weet wat het is. Nee, maar ik geloof in spullen. Ja. Ja, ik geloof dat je zo min mogelijk geld moet hebben en zoveel mogelijk mooie spullen. Ja. Ja, en zoveel mogelijk, dus dat geld eigenlijk nul waarde heeft. Ja. Dat is een soort illusie. Ja. Je moet zorgen dat je mooie huizen hebt en mooie kunst en dingen die je geest en je lichaam verrijken. Maar een verrot rechtssysteem komt dat gewoon bij jou afpakken. Je hebt de onteigeningswet uit 1848. Ja. Nou, dat betekent dat alles wat 1 meter onder de grond zit, is al van de staat der Nederlanden. Nou ja, het is triest, maar het valt gelukkig nog mee. Weet je, we moeten het ook niet te zwart-wit maken. Het is ook niet zo dat we hier in een boevenstaat leven. Waar bijvoorbeeld in Indonesië gebeurde dat letterlijk. Er werden opeens de bankrekeningen met 3 nullen teruggebracht of zo. Dus in echte totalitaire regimes is het toch veel erger. Ja? Alleen, de overheid heeft ongebreidelde macht. En de overheid is er niet langer voor de burger... Maar de burger schijnt er voor de overheid te zijn. Maar wat is de overheid dan? Dan zegt iedereen toch altijd, dat zijn we allemaal. Dat hebben we met z'n allen zo besloten. Ja. We hebben met z'n allen democratisch besloten dat deze wetten er zo zijn en dat we dit zo met z'n allen gaan doen. Ik denk niet dat iemand een democratische partij, dat men zich kan voorstellen dat andere democratische partijen in een protestmars meelopen met mensen die nota bene kandidaten van een andere politieke partij groepering molesteren, dat die dan hand in hand gaan lopen met mensen van GroenLinks. Meneer Klaver, schande. Hè? Asscher, hoe durf je als Jood, hoe durf je gewoon? Ja, gewoon, het is gewoon echt te triest voor woorden. Het kan eigenlijk helemaal niet. Hè? Wat is de beste reactie voor Baudet om op 18 maart? Gewoon laten gebeuren? Ja, maar ik denk dat als deze demonstratie doorgaat, heel veel gezond verstand mensen zullen zeggen, dit gaat te ver. Het is eigenlijk goed voor hem. Nee, ja, het is eigenlijk goed voor hem. Het is toch goed voor Thierry Baudet dat dit gebeurt? Nee, maar de discussie is... En voor Annabel Nanninga. Ja, nou, Annabel is trouwens een geweldig mens. Maar en ook echt iemand die er voor de minderheden is. Echt iemand die... Die sociale, die echt, er is het stadsbestuur. Ja, je moet eens proberen om een bouwvergunning aan te vragen. Nee, niet te doen. Moet je niet doen. Nee. Moet je een tonnetje smeergeld meenemen? Nee, maar dat mag je niet hardop zeggen. Maar het is zo corrupt. Ja? Alleen, het is een corruptie van een arrogantie van de grachtengordel. Ja. Dus het is een andere vorm van corruptie. Weet je? Het is niet zozeer een corruptie van dat tonnetje. Nee. Maar het is een corruptie van een arrogantie van... Nepotisme. Het is eerder nepotisme dan corruptie. Is eigenlijk het perfecte woord. Ja. Dankjewel. U bent mijn buurman en ik ken u al zo lang. Dan krijgt u van mij deze bal toegespeeld. En alleen omdat ik u ken. Ja. En iemand anders... Je moet nog uitkijken, want voor hetzelfde geld zien ze ineens dat je een pakhuis hebt. En dan denken, verzinnen zij een mooi plantje hoe zij hem aan een vriendje kunnen versmertsen. En dan moet jij kapot. Ik ben ervan overtuigd, doordat ik zo uitgesproken anti-socialistische partijen ben... dat ik het daar als ondernemer in een aantal gevallen moeilijk mee heb. En dat ik heb zelfs bewijzen dat een heel grote instantie in Nederland... die ervoor gemaakt is om ons te beschermen... moedwillig een poging heeft gedaan om een aanslag op mijn bedrijf te plegen. Ja. En nu door de rechter waarschijnlijk gaat teruggefloten worden. Okay. Ja, maar het feit dat dat kan gebeuren... Ja. En dat het volgens dat ze dan ook nog de publiciteit zoeken... en dat ze me niet eens te woord willen staan... Ja, dus... Maar is dat niet dan de art of war? Is dat niet stiekem gewoon kijken hoe je met strategie jezelf kan verrijken. Ja, vriendjespolitiek. En gebruik maken van vriendjespolitiek. Is dit niet zo oud als de mens? Het is ongebreidelde macht, ja, die op een verkeerde manier gebruikt wordt omdat het systeem verziekt is. En daar heb ik een probleem mee. Maar ondanks dat leef ik heel graag in Nederland. Is het een prachtig land. Gaat er veel meer goed dan slecht. Ja? Ja. Maar daar is om nou een uur te gaan praten over wat er goed gaat, dat vindt helemaal niemand boeiend. En China? Waarom, hè, je zou met je hele bedrijf, je zou het op kunnen pakken en je zou naar China kunnen gaan. Je zou je vastgoed hier weg kunnen doen. Ik ben de laatste 7 à 8 jaar in Amerika aan het investeren. Ja. En dat is heel erg leuk. En daar zijn nog veel meer regeltjes. Wat is er leuk aan de Verenigde Staten om te ondernemen? Heel alert. Mensen vinden, als je het goed doet, vinden ze het allemaal geweldig. Ja. 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 Ik hoor nog steeds mensen die zitten te wachten of ik morgen failliet ga. Ja, ik ben pas 41 jaar ondernemer, maar mensen gunnen je hier je verlies nog niet eens. Nee. Het is best een heel aparte cultuur. Is dat omdat het Calvinisten zijn? Nee, dat is omdat het miesmakkers zijn. Ja. Het zijn mensen die het gewoon... Ze gunnen het je niet. Dat je gewoon niet. Maar had je dan niet in Rotterdam moeten gaan ondernemen? Want daar is dat concept gunnen veel meer aanwezig. Hmm. Maar ik onderneem in 6 landen. Ik onderneem niet in Amsterdam. Ik heb ook winkels in Amsterdam. Ik ben niet ooit begonnen. Ja, maar je bent een Amsterdammer. Ik ben een pure Amsterdammer. En het zit je dus dwars wat er in Amsterdam gebeurt. Ja, omdat ik ervan overtuigd ben dat het beter kan. Weet je, niet dat het niet ook een hoop goed gaat, maar ik ben ervan overtuigd dat het beter kan. Nou, en daar moet je je dan druk om maken, want dat is ons aller belang. Ja, nou ja, in ieder geval als je de stad een warm hart toedraagt, dan, en die stad heeft natuurlijk een aparte plek in de geschiedenis van de wereld. Ja. Maar dan gaat het hele gesprek over politiek. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Nee, niet per se, maar we hebben het ook een beetje gehad over technologie. En je neemt de koe bij de hoorns, dus dat is fijn. Wat ik zou willen vragen is, je zegt van ik geloof niet in complotten. Mensen kijken naar iemand die succes heeft in Nederland al gauw. Met een oog van, dan zal die ook wel vriendjes hebben. Is dat verwijt wel eens aan jouw adres gemaakt? Nee, ik heb nooit een ambtenaar omgekocht. Ik heb nooit, zoals een hoop mensen in vastgoed, misbruik gemaakt van corrupte mensen in pensioenfondsen. Ik heb nooit zaken gedaan met criminelen. Ik heb binnen mijn normen en waarden, heb ik een behoorlijk schoon blazoen. Maar ook ik heb in mijn begintijd fouten gemaakt. Ja? Alleen toen waren de normen en waarden anders. Ja? In de 60er, 70er jaren was iedere bank in Nederland betrokken bij zwart geld. Iedere bank. Ja. Ja? En nu niet meer? De Rabobank is aangepakt wegens het witwassen in Mexico van allerlei drugsgeld. Nee, maar de Rabobank vertelt iedere ondernemer... Ja, dat is netjes moet gedragen, milieubewust moet zijn. Want het is natuurlijk veel makkelijker om andere mensen te vertellen hoe ze zich moeten gedragen dan zichzelf te gedragen. Dus dat is ook weer de arrogantie van de macht. Hè. De arrogantie van de raad van bestuur van Rabo, die is nog veel hoger dan die toren. Ja. Waar ze in zitten. Ja? Dat zijn eigenlijk... De directeurs en mensen begrijpen helemaal niet wat wij hier aan het doen zijn. Nee, maar dan komt er schandaal na schandaal naar buiten. Ja. Nee, maar ze zijn zo de weg kwijt dat ze normen en waarden alleen nog maar voor hun klant hebben, maar helemaal niet voor zichzelf. Nou, gelukkig is niet iedere bank de Rabo. Hè? Ja, maar goed, er is natuurlijk een hoop gebeurd in de crisis. Nou, bij alle banken? Kijk, ik ben bijvoorbeeld een enorme fan van ING. Ja. ING, dat is een echte bank voor klanten. Ja? En ook daar worden natuurlijk fouten gemaakt. Want het is niet zo dat je als je een bedrijf hebt of als je ondernemer bent, dat je daar geen fouten maakt. En ik geloof niet... Maar ik zie dat ze bij de ING ook op onmenselijke wijze mensen opknopen met hun hypotheken. Ja, maar ze zijn zo gewend om risicoloos geld te verdienen. En dat komt door het hele systeem. Ze lenen nu geld voor niks. Ja. En dan mogen ze dat voor heel veel geld afzetten. Ja. Dus de hele manier van... hefboom eroverheen halen. Ja, en vervolgens als het misgaat, dan is er ook nog altijd... Je kunt ze ook niet stuk laten gaan. Dus er zit ook daar, in dat die hele manier van werken... Hoe moet dat bankwezen veranderen dan? En hoe kan het nou dat een ex-P van de A-leider... gewoon dan in de raad van commissarissen van zo'n bank. En Balkenende zat er ook. Nou, dus het is natuurlijk... Ja, het hele systeem is zo. Ja, dus willen we daar nou wat aan doen... Ja, dan krijg je misschien een andere wereld. Dus en doen we daar niks aan, dan blijft het gewoon zo. En zijn dat dan zowel de banken als de politiek waar echt wat moet veranderen? Nou, de banken, daar is al heel veel veranderd. Ik vind zelfs dat daar de regelgeving tot in het bizarre is doorgeschoten. En daar heeft Nederland helemaal niets aan. Want Nederland is weer het braafste landje van... Maar moeten we niet zo aan de hand eens een keer private schulden en bedrijfsschulden die niks meer waard zijn. En ook overheidsschulden zoals van Griekenland. Moeten we die niet eens gewoon door de shredder heen halen? Moeten we niet resetten? Ja, daar heb ik helemaal geen verstand van. Als ik daar wat over zou zeggen, dan ga ik iets roepen waar ik echt... Ik heb geen idee. Oké. Dat gaat mijn pit ver te boven. Dat is een onderwerp dat zijn niet de hypotheekjes die ik afsluit op mijn vastgoed. Nee, helder. Ja. Helder. Wat ik graag van je zou willen weten is de nieuwe generatie. Ja. Niet alleen jouw kinderen die het bedrijf moeten gaan overnemen, het vastgoed, maar ook met de kleding. Maar, en we hebben een investeringsbedrijf en we doen heel veel leuke dingen. Waar moet de nieuwe generatie volgens jou, wat hele sensitieve wezens zijn, hè? Ik weet niet of het je opgevallen is, ja, maar de nieuwe generatie zijn heel sensitief. Dat komt doordat ze... Ze lijken wel mijn vader. Soms. Doordat ze zo ontzettend veel toegang hebben tot al die data. We hebben een enorme reactiesnelheid. We hebben de bibliotheek van Alexandrië tegenwoordig bij ons. We kunnen alles opzoeken. Ja, zelfs ik doe dat. We kunnen de hele dag informatie tot ons nemen. Zoals ik ben. Dat doen ze dus ook. En daardoor hebben ze twee opties. Of ze worden heel erg druk, want ze moeten die informatie weer kwijt. Of ze keren heel erg naar binnen om die informatie te kunnen verwerken. Nou, dat zijn ook wel mensen die daar allerlei middenwegen in vinden. Je maakt dat wel heel zwart-wit. Nee, natuurlijk. Maar je ziet wel dat die toegenomen informatie per dag en toegenomen prikkels... Dat maakt een ander soort mens. Ja, maar dat is natuurlijk continu aan de gang. Ik bedoel, vroeger werd de helft van de wereldbevolking weggeveegd door een oorlog, hongersnood of een ziekte. Nu, als er een epidemie is en dan gaan 2000 mensen dood, nou dan is het eigenlijk in nood aan weer opgelost. Dus we hebben een ongelooflijk beter functionerende wereld gekregen, ook al willen alle zwartkoekers dat niet zien. Hè? Want als je net mijn hele verhaal hoorde, dan leek het net alsof het nergens over ging. Ja. Maar in wezen... Nou, maar we hebben het over de pijn. Hè? We hebben het bij Weltschmerz over de pijn en niet over wat er allemaal goed gaat. Ik ben 65. Zoals ik leef, kan ik 25 jaar jonger functioneren dan mijn moeder die nu 89 is. Ja. Ja? En zoals mijn moeder nu 89 is en die is heel erg gezond van geest, ja? Maar fysiek is niet leuk. Ja? En dan is ze net een rijbewijs kwijt en ik ben daar heel blij mee trouwens. Hè? Want je moet er echt niet meer laten rijden. Ja, hoewel je mij waarschijnlijk ook niet moet laten rijden, maar is weer wat anders. Maar er komen zelfrijdende auto's aan, dus dat scheelt weer. Ook dat gaat helpen. Ja. Maar je ziet dus dat langzaam maar zeker al die dingen anders worden. Maar we krijgen natuurlijk een wereld waarin heel andere normen en waarden gaan gelden. En dat betekent dus dat die alertheid, die intuïtiekant, dat spirituele, dat gaat de nieuwe richting worden. Want de oude mythes, de oude godsdiensten, die zijn langzaam maar zeker door de wetenschap compleet onder. Dus wat zie je, dat er hele fanatieke groepen zijn die koet proberen om die oude mythes en waarden nog vast te houden met alle excessen van dien. Hè? Maar voor mij zijn dat de laatste stuiptrekkingen. Ja? Het klinkt raar. Ik denk dat als we het over 3 generaties, dat er heel weinig fanatieke moslims, fanatieke christenen, fanatieke joden of fanatieke wie dan ook zijn op die manier. En dan krijgen we weer ander soort fanatieke mensen. Want fanatisme zit ook in een deel van onze cultuur. Waarom we ook zo kunnen excelleren. Dat we ergens ons kunnen in vastbijten. Dat we ergens dingen goed kunnen doen. Ja. Maar ik denk dus dat die nieuwe generatie. Die zal dus met die snelheid en die alertheid. En ook het feit dat ze gewoon. Ja, wij zitten 's ochtends te vergaderen met Hongkong, Shanghai, Cambodja en waar dan ook. Dus het feit dat dat allemaal kan, dat je op die manier toegang hebt tot de hele wereld, dat maakt natuurlijk een compleet andere maatschappij. En ik hoop dat we meer van elkaar gaan leren. Dat we meer bereid zijn naar elkaar te kijken, naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren. En dat langzaam maar zeker we een wereld krijgen die werkt voor iedereen. Vanuit respect, samenwerken en liefde. Dat is een mooi toekomstbeeld. Denk je niet dat het zo gaat zijn dat... Nee, dit denk ik. En je denkt niet dat er een groep mensen met financiële macht zegt... wij trekken die technologische mogelijkheden naar ons toe. Wij gebruiken voor onszelf bepaalde mogelijkheden om langer te leven. Maar jongens, we sluiten de rest uit. Kijk, wij leven in een heel bizar land waarin we elkaar proberen wijs te maken dat mensen gelijk zijn. Ja. En dat komt door het zogenaamd democratische systeem. Maar gelijkheid bestaat niet. Nee. Het feit dat ik op ieder moment waar dan ook naartoe kan, wanneer ik maar wil, maakt mij bevoorrechter dan een hoop andere mensen. Jij kan in vrijheid straks op Mars leven, terwijl hier het een puinbende wordt. Nou, ik denk niet dat Mars leuker is dan hier. En ik denk ook dat het zo hard, zo'n vaart niet zal lopen. Want ik denk, heb oprecht vertrouwen in de mensheid. Ik denk oprecht dat het beter kan. Alleen we moeten het loslaten dat we denken dat de wereld gelijk is. Want als jij politieke macht hebt, dan heb je een andere scan aan mogelijkheden. Dan word je op een andere manier behandeld dan dat je gewoon bij de HEMA werkt achter de kassa. Daar moeten we ook eens eerlijk naar durven kijken. En als we dat echt willen veranderen, dan zullen we een heel ander systeem moeten ontwikkelen. Want dat is kapitalisme niet geschikt, dan is socialisme niet geschikt, dan is eigenlijk geen enkel systeem geschikt. Dus we zullen moeten accepteren dat in de cultuur van alle dieren en ook de cultuur van mensen er een rangorde is. Met mensen die hier in de hiërarchie boven anderen staan. En dat is nou eenmaal zo. En als je dat niet onder ogen kan zien, dan ben je niet een reëel mens. Nou worden die verschillen niet steeds groter nu? Dat zie je, hè? Die verschillen worden steeds kleiner. Jij zegt die verschillen, want Piketty zegt die verschillen worden steeds groter. Die verschillen worden steeds kleiner. Als je kijkt naar hoeveel mensen nu van honger doodgaan ten opzichte van vroeger, dan is dat een voorbeeld van verschil dat het steeds kleiner wordt. Als je kijkt hoeveel mensen van ziekte en van oorlogen doodgingen. Vroeger werden al die asociale idioten, die werden gewoon in een uniform gepropt, die werden afgeschoten en dan was het weer een tijdje rustig. Ja? Nu mag dat allemaal vrij rondlopen en andere mensen bedreigen. Ja? Dus we hebben langzaam maar zeker, ik maak het even heel zwart. Ik hoor wat je zegt. Ik zie het beeld wat je schetst. Ik persifleer het. Ik persifleer het, maar er zit een kern van waarheid in. Ja? Dus dat betekent dat we langzaam maar zeker de rotzooi van onze samenleving wordt niet meer door het gootje gespoeld, maar daar zullen we een oplossing voor moeten vinden. Ja. Want we zijn zo beschaafd geworden dat we zelfs mensen die een bedreiging zijn voor de samenleving, die in vreemde krijgsdienst gaan, die gewoon vrij rondlopen en alleen de AIVD let erop, zoveel mensen hebben ze niet, en die continu een bedreiging vormen voor de samenleving, die zouden we, omdat ze in vreemde krijgsdienst gingen, gewoon het land kunnen weigeren. Nee, dat doen we niet. We gaan ze socialiseren. En vervolgens zie je de ene waarschuwing, de andere waarschuwing. Totdat er dan echt iets gebeurt. Ja? Ja. En dan is lijden in last. Maar ondertussen hebben we het bommetje al aangestoken. Waarom is er in Nederland nog nooit een aanslag geweest? Want wij hebben Engeland, Frankrijk, om ons heen. Ik denk dat internationaal Nederland gelukkig niet genoeg voorstelt. Ik denk dat daarnaast we waarschijnlijk toch een heel goed werkende veiligheidsdienst hebben. Ik begin steeds meer bewondering voor de AIVD te krijgen. Ik denk dat die echt wel een aantal aanslagen voorkomen hebben. En ik denk oprecht dat de samenwerking binnen Europa langzaam maar zeker beter wordt. Ja? Mede ook dankzij de geheime dienst van Israël, die ook regelmatig allerlei waarschuwingen geeft. Want uiteindelijk is er maar één democratische bondgenoot voor het Westen. En dat is Israël. En in het hele Midden-Oosten. En zelfs Saoedi-Arabië begint dat in te zetten. Bouwen ze nog een derde tempel? Ik hoop het niet. Want ik hoop dat de samenleving niet langer over religie en over godsdienst gaat. Want dat scheidt ons. Maar dat de samenleving gaat over gezond verstand, respect en liefde. Roland Kahn, bedankt. Dankjewel. Niks meer toe te voegen.